Kolkman leert gitaar spelen van zijn broers, gewoon thuis aan de keukentafel. Hij maakt deel uit van Normaal in 1975, als de band in Lochem voor het eerst in het Achterhoek zingt. Hij speelt met de Oxband en hij speelt nu al 13 jaar met de Heino's. Voor het laatst dit weekend. En daarna is Jan Kolkman vooral gitarendokter en leraar gitaarspelen. Jan, de passie voor de gitaar, wanneer ontstond die bij jou? Even kijken, toen ik een jaar of zes was ongeveer, schat ik. En nou ja, kijk, het kwam er ook dat de deuntjes op de radio heel aanstekelijk werden. Van Pat Boone tot aan Roy Orbison, Elvis Presley, die echt die beginperiode was hartstikke mooi. En toen mijn broers af waren ook al met een gitaartje thuis kwamen en een beetje gingen jammen en dingen uitzoeken. Toen was ik helemaal verkocht. Thuis hadden we een soort bandje als het ware, zeg maar. Eén broer die trommelde met messen op een stoel en een andere broer die sloeg met een handstoffer tegen een kastdeur aan, dat was dan de bassdrum. En dan mijn andere broer had een oud Spaans gitaartje en daar speelde hij dus op een gegeven moment mee. En dan samen veel zingen. Every Brothers, meerstemmige zang ook, muzikaal heb je een klik. Er zijn heel veel dingen, daar hoef je niet over te praten, je hebt een half woord genoeg. En vanaf dat moment is het als het ware een hobby, zeg maar, is als het ware gewoon een manier van leven geworden, een levensstijl geworden. Je maakt alleen maar muziek en nou ja, dan ben je dus vanmorgens vroeg tot 's avonds laat bij de middruk, zeg maar. En leverde dat nooit discussies op aan de keukentafel thuis? Nee, omdat we deden het allemaal. In de familie was iedereen heel bedreven erin. Dus buiten de normale dagelijkse beslommeringen om natuurlijk, want dat moest ook gebeuren. Ja, zoals school? Ja, school ging allemaal gewoon door. Maar als er dan enigszins tijd kwijt was daarvoor, dan. En dan had je plekken om na schooltijd naar je huiswerk nog even. Dan was je al gelijk vrij snel met muziek bezig, zeg maar. Je hebt in de loop der jaren in talloze bandjes gespeeld. Ja. Varieerde van bandjes met eigen repertoire, coverbands. Waar lag jouw voorkeur? Uiteraard eigen dingen natuurlijk. Maar er was niet altijd plek voor. In het begin heb ik toch wel veel geswitcht tussen coverbandjes en bandjes die ik zelf dus op poorten zette. Om eigen muziek te schrijven en te maken met een bandje, zeg maar. Maar dat ging dan weer een tijdje goed en, op een gegeven moment. Dan waren de centjes op of dan was de inspiratie was er niet meer. Dan ging ik weer in een coverbandje spelen, omdat ik daar ook veel voor gevraagd werd natuurlijk. En ik heb in het begin wel veel geswitcht, zeg maar. Maar ik heb van beide heel veel geleerd. Ik ben er achteraf toch heel erg dankbaar voor, want vergeet niet, Jimi Hendrix heeft ook een tijd lang in een dansorkestje gespeeld. En daar heeft hij zo ontzettend veel geleerd. Dat vertelde hij zelf later. Van er elke dag en maar spelen. En nou, hij kon dus ook zijn gitaar niet meer loslaten. Hij had hem altijd bij zich. En zelfs in de hotelkamer speelde hij nog. Datzelfde idee dat heb ik dus ook wel ervaren. Zeg maar. Dat je dus toch wel heel veel daarmee bezig bent. En dat je dus op allerlei manieren dus heel veel kunt leren. Zeg maar. Ongeacht of het nou een cover is, of wel of niet commercieel, of je alleen maar creatief bezig bent om iets nieuws te maken, of dat je dingen kopieert, snap je, dat maakt niet uit. Je leerde Ferdy Olij kennen, daarna heb je ook nog een korte periode bij Normaal gespeeld, je broer ook trouwens. Ja. Die periode, eerst met jouw broer, dat hij bij Normaal zat, hoe keek je daar tegenaan? Nee, ja, ik zat bij Pudding en dat werd toen als het ware een beetje, werd het normaal, zeg maar, omdat later Jan Manschot erbij kwam en Benny. En toen,
na de eerste periode normaal, dus had ik het al vrij snel bekeken. Ik had een paar optredens met hem meegedaan, ook in Lochem Popfestival 75. Was heel leuk, maar ja, ik wilde toch muzikaal iets verfijndere muziek maken. Want dan leg je iets van jezelf erin en dat stukje creativiteit is, ja, daar moet je toch in kwijt kunnen. Dat vind ik toch wel leuk, ja. Had hij waardering voor wat jullie deden in de muziek? Wie bedoel je? Je vader? Ja, zeker wel. Ja, en mijn moeder ook. Maar ja, mijn vader was hele dagen aan het werk, moest keihard werken. Die werd, ja, was 6 dagen in de week, was toen de werkweek nog. En zondags was het gewoon, s'morgens naar de kerk en daarna de rekening schrijven voor de klanten. Dus die was dag en nacht haast bezig, zeg maar. Maar tussen de bedrijven ook wel merken, hij is prachtig, hoor. Ja. En zat er verschil tussen bij welke periode dat was? Ik kan me voorstellen dat, zoals normaal in de beginperiode was, die paar optredens die je daarmee gedaan hebt, dat hij dat wat minder vond. Ja, mijn vader liet zich niet zo over uit. Mijn moeder die vond het maar, ja, die vond het toch maar een beetje een lomp gedoe, zeg maar. Bij normaal, in de beginperiode was het ook gezellig. Echt een jongensclub onder elkaar. Vooral in de periode toen Martin Jansen nog manager was, zeg maar. Maar later was ik meer het idee van dat we een begeleidingsgroep waren geworden voor Benny. Dat klopt ook wel, want de hele BV was ik op een gegeven moment opgeheven en was door de Joling BV overgenomen. Dus we kwamen allemaal in dienst van hem. Dus zakelijk, zowel zakelijk als muzikaal was het wel hetzelfde. Dat je echt een soort begeleidingsmuzikant van hem was. Toen dat bandjesgevoel echt op een gegeven moment weg was, toen hangt er ook niet veel puff meer in. Dat heb ik ook gezegd van, nu stoppen we ermee. En toen kwam ik Daniel Sauleka tegen. En, met Winterswijk. Ja, en Daan die maakte zelf ook hele mooie muziek, maar ook toen die tijd speelde nog een beetje Hendrix-achtige nummers. Jimi Hendrix, covers zeg maar. Maar dat deed hij zo ontzettend goed, dat ik was helemaal ondersteboven van hem. En ook samen een tijd lang in een bandje gezeten. En later is mijn broer nog in een periode bij normaal gezeten, omdat ze wou toch wel een vijfde man. En ze miste schijnbaar toch wel een vijfde persoon erbij, dus mijn broer een tijdje bij gezeten. Het is toch wel een belangrijke band voor je geweest dan? Ja, dat komt omdat je in de Achterhoek woont en je in de Achterhoek is een normaal begrip geworden, zeg maar. Het is toch wel een soort leidraad geweest. Je komt hier ook niet onderuit, zeg maar, omdat je toch mee geconfronteerd wordt. Dus heel veel mensen, die vinden het mooi. Ja. Wanneer we kijken naar deze eeuw, de Heino's. Ja. Fantastische huwelijk, Jan Koopman en de Heino's, jarenlang. Ja, want we zijn spontaan zijn we bij elkaar gekomen en het was een vriendenclubje en het klikte van begin tot eind. En ik heb een geweldige tijd met die jongens gehad en nog. Dus 12 jaar, hè? Ja, ruim 12 jaar, ja. Ja. En wat zeg je? Ja, ik ben bijna 13 geloof ik zelfs. Ja, het is een 15-jarig bestaan, dus ik vind het wel heel mooi. Geef ze een heel groot applaus, de Heino's! Zag je meteen een rol voor jezelf binnen die band? Ja, direct al, ja. En ik had een klik met Remco. Remco was de bassist, die was eigenlijk een normaal fan, dus die kende ik al veel langer. En we spraken elkaar ook wel binnen elke dag en dat soort dingetjes. En Remco die zei toch van, die keer zin om mee te doen. Jan die kwam bij ons in de band toen we net 2 jaar bezig waren en nou ja, toen wij begonnen, toen konden wij wel iets muziek maken, maar het rammelde her en der nog wel. En Jan was natuurlijk een rot in het vak, die kwam uit Normaal toen vers en die heeft ons echt van alles bijgebracht om het steady te maken. Sterk qua samenzang en
door de komst van Jan zijn we echt het clubje geworden waar we nu zijn. Ik denk dat het hoogtepunt is dat we al 15 jaar gewoon dat clubje bij elkaar hebben. Dat het gewoon een goede sfeer is altijd. Nog nooit onvertogen woord gevallen of zo. Weet niet. Dat, we willen echt deze bezetting afsluiten zoals we nu zijn. En we gaan Jan zeker een passend afscheid geven, maar dat is uiteraard geheim. Maar, we vinden het al lang tof dat we op deze manier uit elkaar gaan en dat we ja, op een mooie 13 jaar kunnen terugkijken met Jan erbij en sowieso 15 jaar Heino's. En, het is toch bijzonder als je zo lang bij elkaar bent. Het doet ons allemaal wel wat, moet ik zeggen. Ja, dat, Was het een moeilijk gesprek? Nee, het vond vrij duidelijk. Ik heb ook gelijk aangegeven wat de hoofdoorzaak is en en snap het wel. Het is een... Het is een leeftijdsgebeuren, zeg maar. Dat ik toch meer de optredentjes hier in de buurt zoek en toch meer de theatertjes en niet meer zo laat en niet meer de nacht braken en En het repareren van de gitaar? Dat vind ik veel leuker. Er zitten meer dingen met intentie en met rust, zeg maar.